Welkom bij de 28e uitzending van Compassie, een maandelijks programma waarbij we in verbinding staan met Oost-Europa. We gaan het in deze uitzending hebben over Armenië en over Nagorno-Karabakh. Dat was een enclave die helaas niet meer bestaat. We gaan erover in gesprek met Isa Karaman. Hij is Kamerlid van NSC en hij is erg begaan met de situatie daar, met de Armenen en ook met de inwoners die vanuit Nagorno-Karabakh gevlucht zijn naar Armenië. Nou, fijn dat u er bent. Graag gedaan. Welkom in de uitzending. Laten we eerst u introduceren aan de kijkers. Wie bent u? En waar komt u eigenlijk oorspronkelijk vandaan? Nou ja, ik heb een bijzondere weg afgelegd. Ik ben geboren in Zuidoost-Turkije, maar ik ben geen Turk. Ik ben een Arameer. Arameers zijn is een oud volk, wat zelfs teruggaat naar de Bijbel. Abraham was een Arameer. Dat was een reizende Arameer. Dus die is echt helemaal gereisd en de Bijbel staat dat God hem een land zou geven en een groot volk. En wij stammen af van de Arameërs. We zijn Arameërs. We spreken ook thuis het Aramees, taal die Jezus ook sprak. En ik ben in Zuidoost-Turkije geboren. Opgegroeid daar ook tot mijn negende. En op een gegeven moment was het niet meer houdbaar voor ons als christenen in Zuidoost-Turkije. We waren al tweederangs burgers als christenen in een moslimland. Maar ook onze buren, de Koerden, die leven daar ook. Die gingen vechten tegen de Turken. En mijn ouders dachten, voordat een kind sterft voor een oorlog die niet van ons is, zijn ze met ons gevlucht naar Nederland, naar Twente, in Rijssen. Ja, heel wat anders. Als we nog even naar die situatie gaan, dat u als kind daar leefde, heeft u daar ook herinneringen aan dan? Zeker. Ik bedoel, het was echt een noodtoestand. Ik weet nog, waar overal waren soldaten, barricades, tanks op straat. Zelfs ook met onze Koerdische, dat zijn ook, is ook een moslimgemeenschap, had je ook af en toe wel spanningen. Ik bedoel, je merkt het ook dat, stel dat iemand bij jou inbreekt of je vee steelt en het is van een moslimgemeenschap, dan kon je naar een politiebureau gaan. Maar je had als christen geen kans. Ik bedoel, je werd bijna uitgelachen dat je een melding kwam maken. En je was tweederangs burger, je kon dus ook nooit een ambtenaar worden. Dus we moesten echt ook onszelf redden. We handelden veel. We leefden echt van het land, wat het land ons gaf. We hadden geen elektriciteit in ons dorp waar wij vandaan kwamen. Ook geen scholen. Dus ik zou gewoon analfabeet zijn gebleven als ik niet in dit prachtig land was gekomen. En wat heeft dat eigenlijk gedaan met u, maar misschien ook met uw familie? Dat moet ergens wel ontzettend erg zijn geweest. Het is ook, ik bedoel, je moet beseffen, we leefden eeuwen in dat land. Het land van tussen de Eufraat en de Tigris. Ik bedoel, we noemen het Torabdin. Dat is het land van de dienaars van God. En als je dat moet verlaten, met ook allemaal kloosters, kerken die echt teruggaan. We hebben een klooster, wat gelukkig nog steeds in gebruik is, van 347 na Christus. Ik bedoel, het christendom is ook ontstaan in het Midden-Oosten. Ik ben lid van de Syrische Orthodoxe Kerk, de kerk van Antiochië. Dus dat is de eerste kerk die Petrus heeft gesticht buiten Israël. En onze liturgie gaat echt ook nog terug naar die tijd. We hebben het echt behouden. We heten niks voor niks orthodox. Dus we houden echt de bron houden we aan. En ik ben echt trots. Trots dat ik tot zo'n volk behoor en mijn geloof heb behouden 2000 jaar lang in moeilijke omstandigheden. En ik ben ook dankbaar dat ik hier in Nederland mag zijn. Ik ben echt dankbaar dat het Nederlands volk ons heeft opgenomen. En dat wij hier ons geloof mogen beleiden zoals die is. En in verbinding ook met de Nederlandse samenleving. Ja, heel mooi dat u dat ook aangeeft. U gaf aan, in Turkije was het niet mogelijk om ambtenaar te worden. Ja. Dat is Nederland wel goed gelukt. Het is heel goed gelukt. Ik bedoel, als je het Nederlands volk mag vertegenwoordigen als een vluchteling. Toen ik mijn kandidaat stelde, zei mijn vader echt van, kun je zelfs het hoogste ambt hier in Nederland bekleden als Kamerlid, als vluchteling. Ik zeg, ja vader, dat kan echt. Ja. Ik ben nu ook een Nederlander. Ik sta ook voor de Nederlandse samenleving. En ik ben echt super trots dat ik dit mag doen namens de Nederlandse samenleving. Ja, dat doet u voor NSC. Ja. Sinds een aantal maanden. Hoe bevalt het eigenlijk in Den Haag? Het is echt een hele andere wereld waar ik vandaan kom. Ik zat echt in het zakenwereld. Ik werkte op de Zuidas. En voor mij is dit wel echt een soort plicht om wat terug te doen aan de samenleving die mij zoveel heeft gegeven. Je merkt wel de hectiek. Je ziet ook de dynamiek in zo'n kamer. Het was ook heel moeilijk. Ik bedoel, we hadden een verkiezingsuitslag wat echt een hele andere verkiezingsuitslag was dan de afgelopen jaren. En dan moet je als partij kiezen van wat wil ik.
Hoe gaan we die samenleving, hoe gaan we die verandering in de samenleving brengen? En ik denk dat we als NSC een duidelijk verhaal hebben en dat er ook een verandering moet komen in Nederland. En dat hebben we nu hopelijk in het hoofdlijnenakkoord gaan we een verandering brengen voor Nederland. Ja, en als u naar uzelf kijkt, wat zijn voor u dan speerpunten in de komende 3,5 jaar? Nou ja, ik ben woordvoerder buitenlandse zaken. Ik was hiervoor voor defensie en ontwikkelingssamenwerking. En voor mij is het heel belangrijk. Ik had ook altijd geloofsvrijheid in mijn portefeuille. Die heb ik ook behouden. Voor mij is het heel belangrijk dat je geloof in vrijheid mag uitoefenen. En het grootste vervolgde groep zijn christenen. Ik bedoel, dat is echt absurd. En daar moet er gewoon wat aan gedaan worden. Dat is voor mij echt wel een speerpunt. Hoe kunnen we geloofsvrijheid bevorderen overal in de wereld? En ook christenvervolging in het bijzonder. En daarnaast willen wij als Nieuw Sociaal Contract willen we ook echt de misdaden die de Islamitische Staat heeft gepleegd in Irak en Syrië willen we gaan vervolgen. Die mensen zijn eigenlijk nu zijn nog op vrije voeten. En wij willen een tribunaal hier in Den Haag oprichten. Zodat we ze kunnen gaan vervolgen. Dat ze niet straffeloos kunnen wegkomen met al die misdaden die ze hebben gepleegd. Ja. Belangrijke punten. U gaf even aan, u was voortvoerder onder andere op ontwikkelingssamenwerking. Ja. Misschien zit u een beetje in een moeilijke positie, want ik denk dat u dat belangrijk vindt. Al zijn er wel bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de grootste in heel veel jaren. Hoe kijkt u dan eigenlijk naar dat feit? Ja. Nee, dat doet mij ook pijn hoor. Ik bedoel, we hebben echt geprobeerd. Ik bedoel, je onderhandelt met een drietal andere partijen, waarvan twee partijen eigenlijk niks met ontwikkelingssamenwerking hebben. En het liefst bijna alles zouden weg willen bezuinigen. En wij hebben ons hard gemaakt in die onderhandelingen om ontwikkelingssamenwerking overeind te houden. Ik denk dat we hebben het maximale proberen uit te halen. Die 2,4 miljard bezuiniging, dat is natuurlijk een groot bedrag. Maar we hebben daarnaast ook wel voor gezorgd dat de bijdrage van het ontwikkelingssamenwerking aan eerstejaars asielopvang, dat we die hebben gemaximaliseerd op 10%. En dat is denk ik, dat is een goed punt, waardoor het voorspelbaarder wordt, het budget voor ontwikkelingssamenwerking. En het zal ook in de komende jaren gigantisch oplopen tot 3 miljard. Die bijdrage. Ja, en even voor de kijker, het idee was dan dat geld vanuit ontwikkelingssamenwerking ook gebruikt kan worden daarvoor. Ja. Dus ook in Nederland voor asielzoekers. Ja, ja. Dus wat we nu doen is alle kosten die de eerstejaars asielopvang kosten, die brengen we ten laste van ontwikkelingssamenwerking. En we hebben gezegd in het nieuwe hoofdlijnenakkoord dat er maximaal 10%. En dat is zeg maar zo'n 800 miljoen. En als we dat niet hadden gedaan, zou dat oplopen tot zo'n 3 miljard. Nou, als je dat een beetje tegen elkaar wegstreept, denk ik dat we nog een redelijk groot bedrag hebben overgehouden voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. Ja, in de afgelopen maanden heeft u veel contact ook opgedaan binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking. Wat heeft u dat geleerd of wat laat dat volgens u zien? Wat vindt u dan belangrijk? Nou, voor mij, het zat bij mij gewoon echt heel dichtbij. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je je naast gaat helpen die het moeilijk heeft. Ik bedoel, als een land in moeilijkheden is, zoals nu Oekraïne, is het voor mij een plicht om daar te helpen. En wat je ook ziet is, Het is een plicht, maar dat levert ook wat op. Ik bedoel, dat land ontwikkelt zich. Dat wordt daarna een goede bondgenoot van jou als land, als jij hulp hebt geboden. En daarnaast kunnen ook de handelsbetrekkingen daarmee bevorderd worden. Dus het is enerzijds hulp, maar anderzijds levert het ook wat op. Ik bedoel, Nederland is ook een handelsnatie. Als het goed gaat met de rest van de wereld, gaat het ook goed met Nederland. Dus het is in ons belang ook dat we andere landen helpen om het beentje bij te trekken, dat ze zichzelf verder ontwikkelen en dat ze ook in welvaart kunnen gaan leven. En daar zullen wij als Nederland ook uiteindelijk van profiteren. Ja, in de vorige uitzending hebben we het hier ook over gehad, wat de waarde is van ontwikkelingssamenwerking. U noemde net het land Oekraïne, een van de landen waar wij werken. We werken nog in 5 andere landen, waaronder Armenië. Daar heeft u volgens mij best wel hard voor het land Armenië. Ja, absoluut. Kijk, wij zijn Arameërs en je hebt de Armenen. We zijn gewoon zustergemeenschappen. Dat was ook het eerste land wat het christendom als staatsgeloof heeft geadopteerd. Het is ook een van de oudste landen die er is in de wereld. We leefden ook door elkaar heen in het Midden-Oosten en ook in het gebied waar ik vandaan kom. En we trouwden ook veel met elkaar, de Armenen en de Arameërs, omdat we beide christen zijn, orthodoxe christenen. Dus dat is mijn betrokkenheid. Ik ken heel veel mensen persoonlijk. Het is ook een hele grote gemeenschap hier in Nederland. En we wisselen veel dingen met elkaar uit. Dus dat is voor mij. En daarnaast is het een christelijke gemeenschap wat
altijd in verdrukking is geweest door de islamitische landen om haar heen. En voor mij is het is een bakermat van het christendom ook nog. Een christelijk land in het Midden-Oosten, Caucasus gebied. En dat is mijn betrokkenheid met de Armenen in het bijzonder. Ja, nou, u bent er laatst ook geweest met een missie. Ja. Als we even naar de actualiteit kijken, dan is er ontzettend veel gaande ook in Armenië. Hè. Ze proberen zich wat af te keren van Rusland. Zoeken misschien wel toenadering tot Turkije. Hoe ziet u dat zelf? En wat heeft u gezien op die missie? Ja, nou ja, Armenië is een hele moeilijke situatie. Ze waren natuurlijk onderdeel van de Sovjet-Unie. Het was een zelfstandig land in de Sovjet-Unie. Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn ze een zelfstandig land geworden. En ze proberen daar natuurlijk hun bestaansrecht te behouden. En je ziet, Azerbeidzjan, dat is hun grootste vijand. Dat is een islamitisch land waar ze eigenlijk gewoon continu mee in oorlog zijn. Ja. En met de Turkije, wat er natuurlijk met de genocide, wat door Turkije of door de Ottomanen op de Armenen is gepleegd, zie je dat daar ook heel veel spanningen zijn. De grens is nog altijd dicht sinds het ontstaan van Armenië als een zelfstandig land. En met Nagorno-Karabakh natuurlijk, wat er gebeurd is vorig jaar, waarin de etnische Armenen gewoon, eigenlijk is het een etnische zuivering wat er gebeurd is door Azerbeidzjan. Zijn er 120.000 Armenen, hun grondgebied hebben ze achtergelaten en gevlucht naar Armenië. En het is een arm land, hè. Ik bedoel, Armenen hebben een hele tragische geschiedenis. Ik bedoel, er wonen meer Armenen in het buitenland dan in Armenië zelf. Ja. In Armenië wonen 3 miljoen mensen en er wonen 6 miljoen Armenen in het buitenland. Ja, veel in Amerika ook, hè. En Frankrijk. Dat zijn de twee grootste landen. Dat ontstaan ook net door de genocide. Noem maar op. Er zijn heel veel Armenen de hele wereld naar de hele wereld vertrokken. En dat is. En hoe kan dat land haar zelfstandigheid behouden tegenover de landen die eigenlijk als haviken aan het kijken zijn, hoe kunnen wij ze van de kaart wegvagen? Maar zijn er dan oplossingen? Want je afkeren van Rusland kan ook wel een gevaar zijn. Nou ja, ze zaten in een soort NATO-verdrag met de Russen. Die zouden hun ook beschermen. Ze zouden ook naar Nagorno-Karabakh beschermen. Hebben ze niet echt gedaan? Nee, hebben ze niet gedaan. Ze hebben eigenlijk gewoon vrij spel gegeven aan de Azeri's om naar Nagorno-Karabakh in te nemen. En dat was voor de Armenen wel de omslagpunt van kunnen we de Russen nog wel vertrouwen? Zijn dat wel onze toekomstige bondgenoten? En je ziet dat de Armenen steeds meer aan het kijken zijn. Moeten we ons niet veel meer gaan richten op de Europese Unie? Of de NATO zelfs. Maar wat ze ook doen is, de huidige regering probeert echt te kijken van, kunnen we vrede sluiten met Azerbeidzjan en Turkije? Dus de huidige minister-president, die hebben we ook gesproken als missie van Buitenlandse Zaken toen we daar waren. En zijn doelstelling is om echt vrede te hebben in de regio. Ja. Hij heeft ook geen oorlog gevoerd tegen de Azeri's toen ze naar Nagorno-Karabakh binnenvielen. En dat wordt hem heel erg kwalijk genomen hoor, door de diaspora. Die zeggen van, hij is een verrader als ik even zwart-wit moet neerleggen. Ja, maar toenadering tot Turkije zoeken is ook wel, dat ligt heel gevoelig, neem ik aan. Dat ligt gevoelig door de geschiedenis. Maar kijk, wij zijn ook uitgemoord door het Ottomaanse Rijk bij diezelfde genocide. Maar ik neem de huidige Turken niks kwalijk. Ik bedoel, dat is iets wat gebeurd is. Maar wat ik ze kwalijk neem, is dat ze het niet erkennen. Dat is het grootste verwijt wat ik heb tegen de Turkse regering. En de huidige regering ziet het ook zo van, we gaan onze geschiedenis niet vergeten. Maar we kunnen wel in vrede leven met onze buren. Ja, om een betere toekomst op te bouwen. Ja, om een betere toekomst voor onze kinderen op te bouwen. En dat is denk ik ook een goede insteek van Armenië. Dat je wel gewoon probeert in vrede. Je hoeft elkaar natuurlijk niet te vergeten wat je overkomen is. Maar je hoeft niet continu in staat van oorlog met elkaar te. Je moet altijd ook kijken hoe je toch in vrede met je buren kunt leven. Ja, als we dan even kijken naar Nagorno-Karabakh. Ja, een enclave die niet meer bestaat. Ja. U heeft op die missie heeft u ook gezinnen gesproken, vluchtelingengezinnen. Ja. Wat is uw beeld daarvan? Hoe leven zij op dit moment? Nou ja, ze hebben echt alles moeten achterlaten. Dat was binnen 24 uur was de hele enclave leeg. En waren ze vertrokken richting Armenië. Armenië, ik zeg al 3 miljoen inwoners. Je krijgt 120.000 vluchtelingen. En die moet je dan maar ook in één keer kunnen opvangen. Wij hebben hetzelfde probleem hier in Nederland, wat we zeggen van hoe moeten we al die vluchtelingen opvangen. Nou, als je in een land bent van 3 miljoen inwoners, je krijgt 120.000 binnen een dag
binnen je grenzen. Hoe ga je die mensen goed opvangen qua huisvesting, maar qua ook basiszorg? En dat merk ik wel ook. Ook die mensen die gevlucht zijn uit naar Karakorum, die geven aan dat van wij hopen dat de Armeense regering wat meer voor ons kan doen. Ze zijn al heel blij hoor, wat tot nu toe is gedaan. Maar ze merken wel dat de basisbehoeften nog niet voldoende zijn. En is dat dan huisvesting, scholing, dat soort? Al die dingen. En je merkt ook, maar daar moet ik eerlijk zeggen, daar kijk ik ook onszelf, Nederland en de Europese Unie aan. We hebben ook heel weinig aandacht voor de situatie van Armenië. We hebben denk ik als Europa 12 miljoen of zo bijgedragen. Ja. Terwijl we zien hoeveel miljarden. Oekraïne is wel een andere orde hoor, maar ook naar Palestina. En dan denk ik, dit is wel een vergeten groep. Ja, en waarom is dat eigenlijk? Is dat omdat dat geopolitieke spanningen teweeg kan brengen? Of hoe duidt u dat? Nou, ik denk dat media. Hoe meer media, dat heb ik wel geleerd in de afgelopen 8 maanden in de Kamer. De media bepaalt ook de agenda van de Tweede Kamer. En dat zou niet moeten. Ik bedoel, we hebben hetzelfde. Ik heb geen debat gevoerd de afgelopen tijd met betrekking tot buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking. Dat het niet ging over Palestina en Israël, de situatie. En ook heel veel geld, hoeveel geld we naar de Palestijnen. Terecht, hè. Maar we vergeten wel Soedan, Jemen, Armenië en heel veel andere situaties waar mensen ook heel erg lijden. En dat is denk ik wel de waan van de dag waar we moeten proberen uit weg te gaan als Kamer. Om te kijken van waar zijn de noden het hoogst. En daar hebben wij denk ik ook de organisatie Kom Over en Help en andere NGO's nodig. Om ons dat duidelijk te maken. Jongens, er is meer aan de gang in de wereld dan alleen maar Palestina of Oekraïne. Ja. Een mooie oproep, juist omdat goede doelen vaak echt in de samenleving zitten, lokaal ook. En als we dan kijken naar de situatie in Armenië, de situatie van de vluchtelingen daar, is er dan hoop voor het land of is het vooral hopeloos? Nou ja, ik ben bang echt dat laatste. Het is echt heel moeilijk. Ik bedoel, je ziet de spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan. Wat ik hoop is dat er toch een bepaalde overeenkomst komt tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat de mensen die gevlucht zijn vanuit hun grondgebied naar Armenië, dat ze terug kunnen komen. Uiteindelijk is dat hun grondgebied. Hun voorouders hebben daar altijd gewoond. Ze hebben daar ook hun kerken en kloosters nog staan. Dus dat de internationale gemeenschap zoveel druk gaat uitoefenen op Azerbeidzjan. Dat deze mensen gewoon terug kunnen naar hun grondgebied. En dat daar... Nou ja, zelfbestuur wordt denk ik heel lastig, maar dat zou misschien ook op termijn door de internationale gemeenschap afgedwongen kunnen worden. Maar laten we beginnen met die mensen weer terug te laten gaan naar hun grondgebied en daar hun leven weer oppakken. Maar of dat realiteit wordt, ik heb daar ook helaas een hele harde hoofd in. Ja, nou, we blijven de situatie in de gaten houden. Heel fijn dat u hier was en dat u iets wilde vertellen over ontwikkelingssamenwerking, over de situatie ook in Armenië. Bedankt. Graag gedaan. Dit was Compassie voor deze keer. In de volgende uitzending gaan we het hebben over de winter in Oost-Europa. De moeilijkste periode in de landen waar Kom Over en Help ook werkt. De gast wordt nog bekendgemaakt, dus hou onze kanalen in de gaten. Vond je deze uitzending interessant? Vergeet dan niet te liken. Abonneer ook op ons kanaal en mis geen video. Tot de volgende keer en bedankt. Dag.